Kijk, al die lapjes hier. Ja, ik blijf het bijzonder vinden. Ik ben hier vaker geweest. Ik woon tenslotte in de buurt. En dan wandelen we hier, we komen op de fiets voorbij. En ja, wat ik zei, het is bijzonder. Maar ik vind het wel heel mooi dat mensen hier blijkbaar kracht uithalen. Ja, ja die koortsboom, als je er een lapje in hangt, dan wordt gedacht dat de boom de koorts van een patiënt overneemt. Hè, die daarbij. Ja. Maar je ziet hier ook mondkapjes. Ja, zoals, ja, we gaan met de tijd mee, blijkbaar. Ja. Ik wil het eigenlijk even hebben over de missies die je gedaan hebt. Hoe is dat nou om in zo'n totaal, laten we even met Libanon beginnen, met zo'n totaal andere cultuur te zijn, in een hele andere wereld eigenlijk, als militair? Nou, dat is best wel lastig. Wij militairen hebben een term. Je moet situational awareness hebben. Je moet begrijpen wat er in jouw omgeving omheen gebeurt. Maar ik heb altijd gezegd, je moet ook cultural awareness hebben. Je moet begrijpen hoe die cultuur van dat land in elkaar steekt. Zo vind ik dat als wij naar een land toe gaan waar veel moslims zijn, moet je geen alcohol drinken. Nou, dan krijg je natuurlijk in eerste instantie de vraag, ja, maar de anderen mogen het wel. Nou, dan ga je het uitleggen, kan wel zo zijn. Maar wij vinden, of ik vind, dat dat niet hoort. En je hebt de keus, je bent vrijwillig dienstplicht. Wil je mee, moet je mijn regel doen. Wat leer je nou zelf als je daar bent in zo'n andere cultuur, op zo'n missie? Nou, een van de dingen die mij het meest getroffen heeft, is de enorme gastvrijheid in deze landen. Waar mensen niets hebben. Als jij aanklopt, dan delen ze hun laatste kopje rijst met je. En daar hoeven ze niets voor terug. Heb je nou ook het gevoel dat je een offer moet brengen als je daar gaat zitten? Ver van je familie in een ander land om de mensen daar te helpen? Nou, zo heb ik het nooit gezien. Maar het is natuurlijk wel zo dat je dingen mist. En ja, je bent gewoon een tijd niet thuis. Ik was bijvoorbeeld in Bosnië. En mijn vrouw stuurde nog een brief. Was er nog. Met twee foto's. En mijn zoon was de oudste. Die wilde nooit naar dat schoolbal toe. En toen zijn zusje op die middelbare school kwam, ja, die wilde wel. Dus dacht broer, dan moet ik ook. En dan stuurt mijn vrouw dus een foto van mijn dochter voor het eerst in een lange jurk. En mijn zoon in het trouwpad en in het jacket van mijn vader. Ja, dan weet je dat je wat mist. En toen stond ik ook met natte ogen. Je noemt je zoon, die is ook op missie geweest naar Afghanistan. En die heeft natuurlijk het grootste offer gebracht wat je kunt brengen. En ook voor jou als vader is dat een enorm offer, een enorm verlies. Maar hij is overleden daar. Ja. Met zijn auto op een bermbom gereden. Ja. Ja. Als je dat... Want dat was ook nog de dag dat jij commandant der strijdkrachten werd. Ja, ja, bizar. De dag ernaar. Ja, dat is absurd. Maar... zo'n offer, is dat het waard? Ik durf het bijna niet te vragen, maar... Nee, dat mag je rustig vragen. Dan moet ik toch wel een grote stap maken. Toen ik besloot om militair te worden, toen was ik me heel erg bewust als jonge knul al, dat dankzij de offers, de opofferingen die de geallieerden hadden gebracht in de Tweede Wereldoorlog, wij weer vrijheid kennen. Wij hebben in de grondwet de taken van onze krijgsmacht neergezet. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we daar goed over nagedacht. Grondwet, taken van de krijgsmacht. Een van die taken is het handhaven en verbeteren van de internationale rechtsorde. Wie A zegt, moet B doen, vind ik. Alleen maar woorden, ja, dat is makkelijk. Dat noem ik geen wijsheid. Wijsheid betekent ook dat je het moet omzetten in je handelen. Dus ik vind dat wij nu ook anderen moeten helpen die het slechter hebben dan wij. Je wil er helemaal niet bij sterven. Maar soms zijn er wel opofferingen aan gekoppeld. En als die Amerikanen, die Canadezen, die Britten zich dezelfde vragen hadden gesteld als die jij een beetje stelde van ja, en wat dan als je sneuvelt? Dan waren we hier niet vrij geweest. Dus... Maar telt dan nog, want dat is natuurlijk een mooie gedachte, mooie theorie misschien, maar als het echt gebeurt, als je echt het verhaal hoort dat je zoon is overleden, dan denk je dan niet van stik maar met die mooie wereld? Ja, tuurlijk. En... de dag dat ik hoorde dat onze zoon gesneuveld was, heb ik thuis op de bank alle verkeerde dingen gezegd. Echt. Ik praat graag over mijn morele kompas. Dat vind ik heel erg belangrijk. Waar sta je voor? Waar ga je voor? Wat zijn je waarden en normen? Nou, mijn morele kompas scheurde volledig. Ik begon echt in de verkeerde kant op te wijzen. En wat betekent dat, dat scheurt? Nou ja,
alles waar ik in geloofde. Dat je moet bijdragen in de samenleving. Dat je moet bijdragen aan een betere wereld. En ieder mag dat op zijn eigen manier doen. Wat ik in die TEDx talk ook heb gezegd. Op dat moment vervloekte ik de hele wereld. Heel simpel. Mijn zoon was gesneuveld. Dan zit je samen met je vrouw op de bank en zit je elkaar alleen maar vast te houden. Maar goed, diezelfde avond kwamen mijn vrouw en ik weer even uit onze emotie bij ons verstand. Door een hele rare samenloop van omstandigheden. Op tv begonnen ze bij Paul en Witteman een discussie over of ik nog wel kon functioneren. En ja, ik werd daar gewoon vreselijk boos om. Zo dacht ik ook echt van, wie zijn jullie? Je kent mij amper, je kent mijn organisatie, je kent mijn mensen niet. Wie zijn verdorie jullie dat je hier een mening, wat zat niet in zijn mening? Ze hadden een oordeel over. Ik kon niet meer als commandant de strijdkrachten functioneren. En dat ik zo boos, ik word weer boos om. Ja, omdat ik zo boos werd, kwam ik uit mijn verdriet. Maar omdat ik boos werd, werd mijn vrouw ook boos. En we kwamen samen uit ons verdriet en toen keken we elkaar gewoon aan en we zeiden, ja, als zij verdorie gelijk hebben, dan verliezen we niet alleen alles waar we in geloven. Maar dan verliezen we niet alleen Dennis, maar ook alles waar we in geloven. Dus dit mag gewoon niet gebeuren. En met z'n tweeën besloten we, jij gaat gewoon door. En ik wist niet of ik het kon. Maar ik nam me heilig voor dat ik het ging proberen. Hoeveel moed, hoeveel kracht, hoeveel wijsheid heb je nodig om na zo'n enorm drama door te kunnen gaan? In die baan. Nou, ik weet niet of het met moed, kracht of wijsheid te maken heeft. Het is bij mij vooral het verantwoordelijkheidsgevoel wat ik had. En ik was het boegbeeld van een organisatie. Je bent stuurman en boegbeeld daar. En dan moet je ook voorbeeld geven naar je eigen mensen. Hoe kan ik nou verlangen van die eenheid in Afghanistan? Die hebben 2 maten verloren, 2 zwaargewonden terug naar Nederland. Die moeten door. Ja. En ik zat, dat klinkt misschien heel raar, in de luxe positie dat ik kon zeggen, ik stop ermee. Maar het is jouw zoon. Het is ondenkbaar. Het is je zoon. Ja, maar het is toch ondenkbaar. Ik heb altijd geprobeerd om ook een vaderfiguur voor die mensen te zijn. En natuurlijk, dit is mijn zoon, dit is onze zoon, niet alleen mijn zoon. Dus met mijn gezin hebben we dat besluit genomen. Maar ik kon het ook niet alleen. Maar zie je dan niet dat daar veel kracht voor nodig is ook? Ja, dat denk ik wel, want anders had ik het niet gekund. Maar ik had ook iemand die heel goed voor me zorgde. In Defensie waren natuurlijk mensen... Maar is het moeilijk om gewoon te zeggen, ja, dat is krachtig? Nee, maar ik denk dat mensen dat zo perciperen. En misschien is het ook wel zo, maar voor mij was het bijna zo, ja, moet dan zeggen, 1-op-1. Ja, ik had eigenlijk helemaal geen keus. Ja, tuurlijk kon ik zeggen, ik stop, had iedereen het begrepen. Maar dan zou ik alles los moeten laten wat in 40 jaar in mij mezelf was geworden. Dan had ik zo'n afstand van mijn eigen moeten nemen. Dus uiteindelijk was het bijna ondenkbaar. Ben jij ook in zekere zin gegroeid door wat Dennis is overkomen? Nou, durf ik niet te zeggen. Durf ik niet te zeggen. Maar dat ik gegroeid ben in mijn leven, dat is evident. En als je het over wijsheid hebt, ja, ik vind dat je open moet staan in je leven voor anderen. En dat je de kennis en ervaring van anderen, de fouten die je maakt, dingen die je goed doet, daar word je beter van. Maar wijsheid is voor mij niet iets wat je alleen maar kunt leren. Ik denk dat je ook dingen meekrijgt in je leven. Maar dat heeft te maken met ervaring opdoen. Ja. En als je het hebt over een ervaring, hoe verschrikkelijk ook, is dit natuurlijk wel... Dit is de meest indringendste ervaring van mijn leven. Ja. Simpel. Ik zeg altijd, het is een T-splitsing die je niet wil nemen. En kun je dus leren van verdriet? Ja, ik denk het wel. Want je krijgt ook mee vanuit je verdriet hoe warm, hoe fijn de relatie met anderen is en wat die voor jou doen. En daar ben je heel, heel dankbaar voor. Je kunt ook van je verdriet leren hoe je daarmee om moet gaan. In mijn gezin hebben we altijd met elkaar afgesproken dat ieder moet de ruimte krijgen om er zo mee om te gaan als hij zelf wil, maar zonder dat we elkaar loslaten. Want dan zouden we nog veel meer verliezen. En dat is iets wat we toen pas hebben geleerd. Als je nou voor trots hebt, daar ben ik echt heel erg trots op. Hoe mijn gezin nu is. En de partner van onze zoon is gewoon een dochter voor ons. En die 2 meiden, dat zijn gewoon eigenlijk zussen. Er is ook iets heel moois uit voortgekomen.